Hey iedereen, in deze video wil ik je een aantal ideeën laten zien hoe je flams in grooves en in fills kan stoppen. Mocht je nou nog geen idee hebben wat flams zijn, check dan eerst eventjes deze video. Daarin laat ik vanaf het begin en stapsgewijs zien hoe je deze het beste kan spelen. Als je dat al beheerst, dan is het tijd om eens te gaan kijken hoe je ze toe kan passen in bijvoorbeeld grooves en fills. Ik wil je eerst een aantal ideeën laten zien voor fills en we beginnen met deze. We zien op de eerste en de tweede tel een flam staan, die speel ik allebei op de snare drum. Op de derde tel 2/8 op de hoge tom en op de vierde tel 2/8 op de floortom. Bij elkaar klinkt dat zo. Door naar het volgende idee. En hier zien we de flam pas aan het einde van de fill staan, op de vierde tel. Daarvoor speel ik eerst de achtste noten op de eerste en de tweede tel, verdeeld over de snare drum, hoge tom, de floortom en de floortom. Op de 3e pak ik een bass drum. En als je dan alles achter elkaar speelt, gaat dat zo klinken. En dan door naar het derde idee. Flam op de snare drum gevolgd door 2 bass drums. Flam op de hoge tom ook gevolgd door 2 bass drums. En de laatste flam zit op de floortom. En om goed uit te komen hoeven we hier maar 1 bass drum achteraan te spelen. Naast de fills wil ik je ook wat ideeën voor grooves laten zien. En we beginnen met deze, waarbij we op de tweede en de vierde tel een flam op de snare spelen. Daar heb je dus allebei je handen voor nodig. Je zult zien dat ik daarom mijn rechterhand van de hi-hat naar de snare drum verplaats. Een ander idee wat heel goed kan werken voor grooves zijn flams op de hi-hat. Om dit voor elkaar te krijgen zul je zien dat ik mijn linkerhand nu verplaats naar de hi-hat toe. Ik hoop dat deze video je helpt bij het toepassen van flams.
Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden dan deze, dus ga er vooral mee aan de slag en probeer je eigen ideeën uit. Succes en ik wens je heel veel plezier!